Gemeente van Christus, lieve mensen. We zijn te veel van het geestelijk leven kwijtgeraakt. Zo zei onlangs de steeds serieuzer wordende volksnar Freek de Jonge. U kent hem nog wel. We zijn te veel van het geestelijk leven kwijtgeraakt. En daarmee bedoelde hij niet de vrome en gelovige praat, maar een manier van leven. Geestelijk leven als een manier van leven, als een leven van lezen, van vragen stellen, van nadenken, van reflecteren. Een leven van verbonden zijn met die mensen die in de eeuwen voor ons ook al hebben nagedacht over de grote levensvragen. Niet alleen maar leven in het nu, maar je bewust zijn van een traditie dat wij staan in rij en gelid. En dat het nog geen kwaad kan om af en toe eens even te raden te gaan bij de grote denkers die ons voorgingen. Dat we daarop terug zouden kunnen vallen. Ook als je het zelf niet meer weet. Dat je even tot 10 telt. Dat is misschien wel wat hij bedoelde met geestelijk leven. Ontvankelijk leven. Verbonden leven. Stemmen die door de eeuwen heen ons attent hebben gemaakt op waar het om gaat. Die stemmen de ruimte geven. Maar zo zegt hij dan, dat geestelijke leven, dat heeft de afgelopen 50, misschien wel 100 jaar, vooral plaats moeten maken voor een volledig materieel leven. Dat is het oppervlakkige leven, waarin de vragen niet meer worden gesteld, maar wij enkel nog doen waarvan wij menen dat het pas zin heeft als het iets oplevert. Een ander leven. Als het niet meteen iets oplevert, dan heeft het geen zin. Dan heeft het geen nut. Het is misschien wel precies wat Tom Jan Meeuwis betoogt in zijn recente essay voor de Maand van de Filosofie. Ook over de huidige politiek. Complexe problemen worden versimpeld tot one-liners. Met als gevolg een zwart-wit denken. Dat onze samenleving uit elkaar drijft. We zijn het geestelijk leven verleerd te leven. Daar staat die profeet in een dal vol dorre doodsbenen. In een dal vol diepe duisternis. Het is het beeld van het uitgebluste leven. Het leven dat geen leven meer is. Verdord zijn onze beenderen, horen we hen roepen. En verloren onze hoop, zo roept het volk. Afgesneden zijn we, zo staat er letterlijk. Dat is het leven dat totaal is losgezongen van de bronnen. De ziel is eruit. De inspiratie is weg. Er is alleen nog maar materialiteit. Er is alleen nog maar een agenda. Maar niemand weet eigenlijk meer waarheen het moet gaan. De visie ontbreekt. Oriëntatie ook op die visie. Want we zijn voortdurend elk moment van de dag in beslag genomen door geesten die ons afleiden van waar het nou echt om gaat. Daar staat misschien wel dat dal voor. Dat dal vol dorre doodsbenen. En die profeet, het eerste wat die profeet moet doen is, hij moet er omheen. Hij moet niet hard weglopen, nee, hij moet er omheen gaan. Hij moet het, als het ware, in zich opnemen. Hij moet ervan doordrongen raken. Wat is er eigenlijk aan de hand? In welke situatie zitten we? We zouden er het liefst voor wegvluchten, maar hij moet die confrontatie aangaan. Nee, niet de gordijnen dicht voor wat er deze dagen in Kharkiv
en Gaza gebeurt, maar weten wat er aan de hand is in deze wereld. Op de hoogte blijven, om waakzaam te kunnen blijven, om te weten wat ons te doen staat. Ja, de profeet moet het zien, hij moet die confrontatie aangaan. Hij moet zien wat hij misschien wel helemaal niet wil zien. Hij zou misschien wel het liefst willen wegduiken, maar hij moet het zien. Hij moet het beest in de bek kijken, om met René Gudde te spreken. En dan klinkt die hoogst vreemde vraag: zullen deze beenderen leven? Zal er toekomst zijn? Wordt het nog wat? Een onmogelijke vraag natuurlijk. En zo moeten we hem ook verstaan. Wordt het nog wat met ons? Wordt het nog wat met Europa? Hebben we nog iets geleerd van onze geschiedenis? Zijn we er wel van doordrongen wat er zomaar kan gebeuren met onze menselijke waarden, met onze democratie? Of liggen we nog steeds versuft in onze strandstoelen, om met Jaap de Hoop Scheffer te spreken? Wordt het nog wat met deze wereld? En wat hebben we deze dagen nodig om te doen wat gedaan moet worden? Zullen deze beenderen leven? En de profeet antwoordt heel diplomatiek met: gij weet het. Maar zonder dat hij het misschien in de gaten heeft, zegt hij daar misschien wel mee precies wat het is. We weten het niet, zo wil de schrift, maar misschien wordt het wel ergens geweten. We zien dit niet zo direct, maar ergens wordt geweten dat er toch, ondanks alles, een nieuwe toekomst, een goede toekomst in het verschiet ligt. Dat zit namelijk besloten in die naam die ons in die aloude schriften telkens weer wordt aangereikt. Dat geheim van die vier medeklinkers, niet zomaar God, nee, maar JHWH. Die naam waar wij maar geen vinger op kunnen krijgen. Die naam die door de eeuwen heen van zich laat horen en zegt: ik ben, ik zal er zijn. Ik ben jouw weg, ik ben jouw waarheid, ik ben jouw leven. En daarom kan ook die profeet spreken. Is hij niet langer meer stom geslagen? Er kan geprofeteerd worden, misschien wel ook juist daarom. Hij weet het niet, maar het wordt wel geweten. Ergens wordt het geheim van het leven bewaard. Daar staat hij dan, voor de poorten van Babel, zo wil het verhaal. Daar waar de Baals, de Mammons, de goden van het rendement en de consumptie de dienst uitmaken. Waar het platte populisme ons zand in de ogen strooit. Waar cultuur plaats heeft moeten maken voor wat we dan noemen vrije tijd. Waar niemand meer een vraag stelt. Waar alleen maar het nut telt. En waar wij zelf wel uitmaken hoe wij leven willen. Het ene liefdeloze ego nog groter dan het andere. Mensen niet meer verbonden met elkaar, maar in bubbels, verdord op zichzelf. Het vereerde individuele leven los van de gemeenschap, waarin ieder die anders is, moet worden ontvreemd en anders moet opzouten. Waar compassie een scheldwoord geworden is. En mensen die iets willen betekenen, gekscherend deugmensen worden genoemd. Dat is Babel. Het ligt veel dichterbij dan wij denken. Het ligt dichterbij dan wij voor waar willen hebben. En de Ezechiël profeteert tegen de klippen op. Hij zegt iets wat hij eigenlijk helemaal niet zeggen kan. Hij zegt iets dat niet in onze prognoses past. Hij zegt iets wat niet op onze vereerde Excel-sheetjes te vinden is. Hij roept tegen die gedode beenderen in: leven! Dat zegt hij, leven! Zo roept hij. Zoals in het begin wordt geroepen: licht! En dan zien we ineens, als we goed luisteren, het is als een kunstwerk.
Het is een en al poëzie. Als hij roept leven, dan komt er ineens beweging in dat dorre dal. Er gebeurt iets. Die beentjes, die beenderen zoeken elkaar op. Ze komen in beweging. Het blijft dus niet bij zoals het was. Dat verstarde, dorre, materiële leven komt ineens in beweging. Wonderlijk. Die beenderen zoeken elkaar op. Er komen spieren. Er komt vlees. We zien het gebeuren als in een droom. Als in een apocalyptische film. Wonderlijk. En huid spreidt zich over hen heen, zo staat er, van boven. De dorre beenderen, dat levenloze naakte bestaan, wordt, zo wil het verhaal, van bovenaf bekleed. Er is iemand die zich over ons gedode leven ontfermt. Zoals een verkeersslachtoffer in dekens wordt gewonden. Dat is het een beetje. Een en al barmhartigheid gebeurt hier. Omdat er blijkbaar iemand is die leven wil. Die menselijk leven wil. Echt leven. Kwalitatief leven. Leven en liefde. Iemand kan het niet uitstaan dat het doods blijft. Kil en verdord. Iemand wil iets anders. Iemand gelooft erin. En vertrouwen dat nergens elders meer gevonden wordt en daarom moet komen uit de hemel, zo wil de verteller. Als Jezus de geest geeft en het voorhangsel scheurt, dan gebeurt in het verhaal van Matthäus precies wat Ezechiël hier ziet gebeuren. De graven springen open en de doden komen ineens tevoorschijn. Wonderlijk, staat alleen in Matthäus. Ten einde gegaan en onder stenen bedolven. Dode, dode, sta op. Het licht van de morgen. Allemaal staan ze klaar om naar Jeruzalem te gaan. Om naar de stad van de vrede te gaan. Het grootste en meest onmogelijke visioen van wat we maar denken kunnen. En toch. Eén die, zo wil het verhaal, één die de dood echt in de ogen heeft gekeken, die roept het. Het is de stem van de geliefde. De stem van één die ons lief had, nog voordat wij wisten wie wij zelf waren. Eentje die niet aan dat gedode, dat gemankeerde leven voorbij gaat. Maar op zijn knieën bij ons komt zitten, om ons in alle eenvoud aan te spreken. Een God die onze dienstknecht wordt. Gekker kan het niet. En toch staat heel de Bijbel er vol van. Het is het grote verhaal over uittocht uit de doem, uit het doemdenken. Uit de wereld van het blinde noodlot en het stomme toeval. Hij spreekt daar waar beenderen zijn verdord, waar de hoop is verloren en elke grond onder de voeten is verdwenen. Maar één ding ontbreekt nog in het verhaal. En dat is adem. En wij vertalen dat altijd met geest. Ruach staat er in het Hebreeuws. Geestelijk leven is het leven van de adem. Adem maakt het verschil tussen leven of dood. En daarom roept de profeet, kom geest, kom adem. En blaas in deze gedoden dat ze leven. En van de vier windrichtingen moet het komen. Heel het universum is erbij betrokken om adem te blazen in dat geestloze bestaan. En de geest, de adem kwam in hen en ze leefden. En ze gingen op hun voeten staan. Pasen en Pinksteren op één dag. Dat is het effect dus. Dat is het paaseffect. Op beloken paas. We worden, zo wil het verhaal, we worden op onze benen gezet. Ook al kunnen we misschien nauwelijks meer lopen. Er gaat iets waaien in ons hoofd en in ons hart. En alles wat ons hindert om voluit te leven met elkaar, wordt als het ware weggewaaid. Er komt ruimte. En alle doodsheid en ellendigheid
onze matheid wordt als het ware uitgedreven. En het dal, zo staat er, het dal, dat doodsdal, wordt ineens tot, zo staat er in het Hebreeuws, Adama. En dat woord Adama, in dat woord zit het woord Adam. En dat betekent in de Bijbel mens. Adama wil dus zeggen mensengrond. Levensgrond onder je voeten. Akker, zo vertalen de meesten. Het is grond waar wat uit kan komen ten leven, zo is het bedoeld. Waar het gewone leven kan worden geleefd en geproefd zonder angst. Samen, niet alleen meer, maar met elkaar verbonden. Misschien is het wel in alle eenvoud, zoals ik van de week hoorde, die ene verpleegkundige die even je hand net iets langer vasthoudt. Of dat liedje dat je zomaar ineens raakt en ervoor zorgt dat je even kan wenen. Of dat berichtje via de app dat je veel goede moed wenst. Iemand die aan je denkt. Of een kaartje in je bus, handgeschreven. Van die hele kleine, kleine dingetjes. Dingetjes die niets opleveren op de beurs. Dingetjes waar je geen cent mee kan verdienen. Maar die er wel voor zorgen dat je verdorde bestaan tot leven kan komen. De consequentie van Pasen is dat wij op onze benen worden gezet. De consequentie van Pasen is dat wij opstaan tot een geestelijk leven. Een leven dat dus verder kijkt dan de waan van de dag. Een wakker en waakzaam leven dat vragen stelt. Maar ook doet wat moet gedaan. Niet achterblijven. Niet roepen, we kunnen toch niks, het maakt toch allemaal niet uit. Niet bang zijn voor de roep van de massa. Maar ontdekken wat op de plaats waar je leeft en werkt kan doen wat het verschil maakt. Dat ontdekken en dat elke dag even bedenken. Waarin kan ik vandaag nou het verschil maken? Dat is geestelijk paasleven, volgens mij. En dan zullen jullie weten dat ik Adonai het ben die spreekt en het doet. Paasleven is het leven dat erop vertrouwt dat het ware leven niet is vergeten, maar dat het ware leven is gekend. Dat het ware leven wordt bewaard. Opdat het dus ook echt daadwerkelijk kan gebeuren. Zomaar. Vandaag, hier en nu, bij mij en bij u. Amen.